Het Centraal Bureau voor Burgerzaken benadrukt dat het doorgeven van verhuizingen belangrijk is voor een goede bevolkingsadministratie. Veel burgers zijn zich niet bewust van het belang van het duidelijk aangeven van verandering van de werkelijke woonplaats. Volgens Nicole Dongo, waarnemend hoofd van CBB Combe, is het doorgeven van een verhuizing hoofdzakelijk in het voordeel van de burger. Vooral bij het aanvragen van de verschillende actes die worden verstrekt door het CBB. De verandering van woonplaatsverhuizing dient in het stadsdistrict Paramaribo binnen een week en in overige districten binnen 2 weken te worden aangegeven. Let wel, bij de aangifte van verhuizing moet je sowieso een adres, dat nieuw adres ook meenemen. En dus de juiste schrijfwijze van dat nieuw woonadres moet dan ook meegenomen worden. Het is belangrijk je juiste adres door te geven. Ook voor de burger is het belangrijk. Je hebt je adres nodig voor de nutsvoorzieningen. Bij verkiezingen, de oproepingskaarten die je dus thuis moet ontvangen, heb je juiste adres ingegeven, krijg je dan ook je oproepingskaart. Bijvoorbeeld SZF, noem maar op de school als je moet inschrijven in een buurt waar je dus pas woont, heb je dan je juiste adres nodig. En dus is zeer belangrijk, want op je uitreksel komt dan je juiste adres te staan. Vandaar dat het dan heel belangrijk is om je juiste adres door te geven, ofwel je werkelijke woonplaats. Bij een verhuizing moet de aangever overleggen een geldige ID-kaart en een familieboek, vooral als het gaat om minderjarige kinderen. Dongo geeft verder een indicatie van hoeveel verhuizingen het CBB-kantoor te Combe op maandbasis verwerkt. Een indicatie per verhuizingen, dan gaan we het dan definiëren tussen Surinamers en vreemdelingen. Bij de Surinamers hebben we in de periode van 1 januari 2018 tot heden om en bij 420 verhuizingen. Op maandbasis zitten we dicht bij 60 verhuizingen. En bij de vreemdelingen vanaf 1 januari tot 2018. Bij vreemdelingen vanaf 1 januari 2018 tot heden om en bij 250 verhuizingen. Op maandbasis zitten we dicht bij de 35 verhuizingen per vreemdeling. En dan mag het zijn verhuizingen binnen Suriname of naar het buitenland vertrek wegens studie of iets in die richting. Tot zover Nicole Dongo, waarnemend hoofd van het Bureau voor Burgerzaken van Combe. Zij sprak over het belang van het doorgeven van verhuizingen.